Met het leggen van een aantal tegels werd vandaag het station Gezondheidspark in Hengelo officieel geopend. Voor ons is het belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het park. En het ziekenhuis staat er mooi, het Trivium heeft uitgebreid, Carent heeft nieuwe grondposities genomen. Er staan allerlei speciaal onderwijsfuncties nu. Maar niet alleen feest in Hengelo. Deze week werd ook de Hanselijn tussen Zwolle en Lelystad in gebruik genomen. Reden genoeg voor NS om het spoorboekje flink aan te passen. Dit keer, dit jaar, komt de Hanselijn erbij en dat zie je dat echt heel veel mogelijkheden biedt voor Noord-Nederland, maar ook voor de verbinding met de noordelijke Randstad. Met name reizigers in Twente zullen goed rekening moeten houden met de nieuwe dienstregeling. Veranderen dingen in de tijden waarop de treinen vertrekken, dat scheelt soms inderdaad een kwartier. Het wordt eigenlijk een beetje omgeklapt, maar ook inderdaad andere overstappen. Maar er vallen zelfs treinen uit. Het is inderdaad altijd puzzelen van waar leg je de verbinding en hoe doe je dat zo goed mogelijk voor de grootste groep reizigers. En dat kan soms betekenen dat er ook treinen uitvallen, maar aan de andere kant komen er dan ook weer treinen bij, daar waar ze nodig zijn. Reizigers die gebruik maken van het Sinterslijntje Oldenzaal-Zutphen in stoppen op Hengelo Gezondheidspark doen er goed aan te kijken naar de aansluiting. Wethouder Jan Bron heeft veel vertrouwen in het nieuwe station. Wat betreft het aantal mensen dat er per dag gebruik van gaat maken. De prognose is dan altijd zo'n 1200. Maar we denken dat dit veel meer wordt. Omdat de lijn van Oldenzaal, Hengelo, Zutphen een steeds belangrijker lijn wordt. Zodanig zelfs dat ik morgen in het dagelijks bestuur van de regio het voorstel heb om extra treinstellen op deze lijn in te gaan zetten.